Zo zien jullie het hotel echt goed. Ik heb pancakes. Niet normaal mooi. En er zitten allemaal mooie vissen. Ik vind het echt een hele leuke tas. Dit is wel een speciale collectie. Deze is echt heel leuk. We hebben echt heel veel geshopt. Hey guys, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Ik ben vandaag aangekomen op de Bahama's. We zijn hier voor 3 dagjes en we slapen in het Atlantis Hotel. 4? Ja. 3 nachten. En we zijn dus ook net aangekomen in het hotel. Alleen we konden niet gelijk de kamer in. Dus ik dacht, ik film pas eventjes als we de kamer hebben. Het is niet heel erg lekker weer. Soms is de zon er, soms niet. Dus we gaan misschien zo meteen nog even bij het strand lopen als de zon wat meer schijnt. Het is niet koud. Het is best wel warm, maar het is alleen best wel bewolkt. Maar na deze 4 dagen gaan we weer terug naar Miami voor 1 dagje weer. En dan vliegen we naar huis. Want alleen vanaf Miami kunnen we naar huis vliegen. Het is echt een mega groot hotel. Feline en mijn ouders hebben hier dus ook in Dubai geslapen. Toen sliep ik weer bij Bouke, maar ze hebben hier ook geslapen. Ik heb het ook gezien. Het is wel echt bijna hetzelfde, alleen wat ouder. Dus ik zal jullie even de kamer laten zien. Dit is de kamer en het bed. Het balkon. Ik heb de badkamer eigenlijk niet eens gezien. Oh, ik vind de badkamer wel mooi. Heel clean. Terwijl dit hotel best wel oud is volgens mij. Want ik weet zelfs dat Michael Jackson hier ooit heeft geslapen. Een bad, zie ik. Ik heb trouwens een pakje aan van Costes en het verbaast me hoe lekker dit zit. En hij is ook heel erg lang, dus. Dus dit is de kamer. En hier heb je dus uitzicht op het water met allemaal bootjes. So that's very cute. Oké, guys, ik heb even een powernapje gedaan. Mijn ouders willen beneden even rondkijken bij de winkeltjes. So I'm very curious about that. Niet mijn vrouw. She's not happy. We gaan ons nu klaar maken. Ik heb al een beetje mijn wenkbrauw gedaan. Echt, dit spul blijft zo freaking good. Het is de NYX. Oh nee, Morphe is het. Ik heb vandaag al 2 complimentjes gekregen over mijn wenkbrauwen. En ik heb trouwens dit super schattige koekoe. Hoe nu het ook uitspreekt. Toilettasje mee. En ik heb dit gekocht bij de Sephora. Ik heb dit helemaal niet laten zien. Een concealertje. En deze Milk. Naam Quirk. En dit is een blush. Die had ik van Lien. Ze had die altijd op. Ze heeft Rare Beauty blush. Oh nee, highlighter gekocht. En die is dus helemaal open gegaan. Het is echt verschrikkelijk in haar tas. Maar gelukkig heeft ze wel de glow toner. Heb je nog iets? Wat was dit? Oh, de setting spray. Oké, we got ready. Ik heb mijn make-up gedaan. En ik heb echt een soort van nu ik op vakantie ben dat ik minder make-up op doe. En ik vind het echt veel mooier staan. Ik heb deze oorbelletjes in van de Mango. En ik heb mijn haar half omhoog gedaan. Dit is een soort van colbertjes van de Zara. Dat heb ik echt nog nooit aangehad. Tas is van Etoile Luxury. Het is echt de schattigste Louis Vuitton tas ever. Ik vind het echt een hele leuke tas. Deze broek is van de Zara. En mijn Samba's. Ik ga even proberen een fotootje te maken dus met de tas. Want die heb ik mee voor content. En voor de rest zijn mijn sieraden van Clues en Be Golden. Wow, you look stunning, girls. Ik heb een amaretto sour. Het stond niet op de kaart. Maar ik dacht, ik vraag het gewoon voor de zekerheid. Ik ben heel erg benieuwd hoe die hier smaakt. We gaan avondeten bij het buffet. Maar het is echt niet zomaar een buffet. Kijk, dit is echt insane. Je hebt hier dus allemaal lekkere verse sushi. Ik laat het hier even beter zien. Nou, dan hier allemaal lekkere zoete dingen zoals cupcakes. Zijn dat oesters? I don't know. En dan ice cream. Hier wat dingetjes. Even kijken. Hier. Pizza, popcorn. Nou, dit trekt mij niet echt, maar dit is insane. Echt. Ik zou hier gewoon echt 3 dagen in dit hotel kunnen blijven. Je hebt ook een bioscoop. Zonder me te vervelen, zeg maar. Sweet potato fries. Ik wil het ook. Ja? Dan hebben ze mayo. Ze doen het hier alleen maar aan ketchup. Ja. Meest gekke combo, maar I like it. Iedereen heeft een beetje sushi, pizza, vlees,
En het is echt gewoon een super mooi restaurant. Heel erg groot. Dus we gaan zo meteen door naar de tweede ronde. En kijk even hoe groot deze cola's zijn. Silent review. She doesn't like it. Yeah. En hij? Zou hij het lekker vinden? Lekker? Oké. We gaan bij elk bord, want we gaan nog veel meer rondes, een review geven. Ik had net een witte pasta en sushi. Die witte pasta was echt niet heel lekker, maar die sushi was wel lekker. Alleen ze hadden meer vegetarische opties dan vis. En ik had dit keer meer zin in vis. Dat was mijn verhaal. Dat was mijn spreekbeurt. Ik had pepperoni pizza, maar die van vanmiddag vond ik wel lekkerder. Deze voelde gewoon oud. En well, we paid a lot for this dinner. Ik heb hem opgegeten. Jij heb je pasta niet opgegeten. Nee. Ik heb nasi. Die was wel lekker. Alleen ik vond die groene bomen niet lekker. We hebben wel vast besloten dat we de koekjes mee gaan nemen naar de hotelkamer. Because we're going to steal that. We're going to steal that for a late night snack tonight. We're going for a second round. Dit. Oké, we geven van alles een review. Dus neem een hap. En let us know. Not my family. Jawel, jij bent ook raar. Oké, duurt lang. Laat het op je tong smelten. Girl, je kunt echt niet tegen mensen zo lang douwen. Girl, you make us nervous. Die slok cola maakt het echt niet beter. Dus. Jeetje. Oké, we're coming back tomorrow. 1 tot 3. Oké. Oké. Waar zijn de druiven? We zouden nog een tweede ronde doen, maar je begint al aan het toetje. Ik heb dit, meest rare combi ever. Ik heb de verkeerde nasi gepakt. Maar wat dacht je ook? Nou, cheers. Deze heb ik al gehad. Je hebt snoepjes. De melon. Ja. Hij roept ook nog zo in de muur. Hoe werkt dat? I love the melon. Ik heb het wel. Oh my god, wil je die panda daar? Ja! Ik wil eigenlijk wel een cupcake, jij? Nee. Wat wil je dan? IJs. Waar? Een bonnetje ijs. Ziet er het meest vieze uit en jij wilt ijs. Ik wil een bonnetje ijs. Ik heb echt een cookie addiction. En deze zien er ook oprecht goed uit. Zou ik zo half dat ding in het container? Wat wil je? Je bakje? Wat? Je hoofd? Ja, oké, okay, je kan die cookie er wel in doen. Zo half, half, half. Oh my god. Ja, oké, okay, love that for you. Ik had verwacht dat we meer zouden nemen, maar ik zit wel echt zwaar vol. Ik heb een carrot cake, het ziet er echt wel heel vers uit. En dit lijkt op zo'n lemon cakeje die we ook bij Cheesecake Factory op. En even wat fruit, want ik heb hier nog geen fruit gezien. You are yapping a lot. Shut up! Het is nice, maar het is niet hard genoeg. Het smaakt naar de tandarts. Het is gewoon alsof je tandpasta eet. Ja. Lekker? Heb je?
Wow. Approved. Lijkt wel alsof we samen uit eten zijn, want nu zijn we met z'n drieën. Zware discussies. Ik vermaak me oprecht wel 3 dagen in dit hotel. Als we niet weg moeten gaan, wat waarschijnlijk ook niet gaat gebeuren. I'm done. Wat een t-shirt! Oh my god. Dit is echt ill. Dat is wel eng. Dat is echt heel. Dit is echt ziek. Ik ook. Oké. Ik wil oprecht een vis zijn. Kijk. Is daar een snoep? Is daar een dode vis? Oh. Wow, wat? Tell me. Mouth to mouth. Dat was zo raar. Heb je dat op video? Nee, het was niet scherp. Ze horen als school te zwemmen, maar ze zwemmen nu gewoon zo. Dit is wel echt cool. Jellyfish. Echt alsof je erin zit. Die lijkt alsof die lacht. Ja, die piranha. Die piranha kun je echt niet serieus nemen. Nee. Lekker je vrienden aaien. Hey guys, het is vandaag dinsdag en wij zijn wakker geworden op de Bahama's in het Atlantis Hotel. Oké. Mijn ouders zijn al beneden. Die zijn al een rondje gaan lopen op het strand. Want het blijkt dus heerlijk weer te zijn. Gelukkig. Heel erg blij mee. Dus we gaan naar het strand toe. Ik heb al helemaal mijn strandkleding aan. Ik heb een hele leuke badpak aan trouwens. Maar ik zal je zo meteen even laten zien. Jullie zien helemaal niks zo. Maar voor de rest heb ik een blouse aan van Chiquelle volgens mij. En een jeans. Kort broekje van Zara, I guess. Oh nee, Naked. En deze tas van A2 Luxury. Voor de rest zijn deze oorbellen volgens mij van Be Golden. Dus dit is de fit. En we gaan nu eerst trouwens ontbijten. En daarna gaan we naar het strand. En dan ga ik ook even wat content maken. Omdat het dus nu lekker weer is. En dit zijn trouwens mijn slippertjes die ik erbij heb. Oh. Van Off-White. We gaan hier weer ontbijten. Waar we gisteren ook gingen avondeten. Nu hebben ze een groot buffet. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik heb dit. Salm met een gepasseerd eitje en een broodje. En mijn moeder gaat altijd naar de groenten en de rare dingen, vind ik. En hier hebben ze pancakes, maar het is echt super druk hier. Lien heeft ook een eitje. Daar is Estella. What do you have? Normale pancakes of pancakes met chocola. Nice. Ik heb pancakes met wat yoghurt en chiazaad. En dus het broodje met zalm. En een cinnamon roll. Kijk, we zijn hier aan het ontbijten. En er zijn hier mensen aan het snorkelen. Was ik ook met dat duiken. Ik wist niet dat ik zo erg bang voor iets kon zijn. Dat weet ik ook niet hoor. Kijk. We zijn nu even aan het rondlopen buiten, want nu is het eindelijk lekker weer. Kijk, hier zien jullie Atlantis achter mij. We gaan even kijken, want Feline en Estelle die willen waarschijnlijk duiken. Oh, hier is het zwembad. Maar ze willen duiken of met roggen of met gewoon alle vissen. Maar ik denk dat het leukst is als ze met roggen gaan. Ze weten het namelijk nog niet. Het is niet normaal hoe groot dit is. Het is echt zo'n mooi hotel. Het waait eigenlijk wel altijd op de Bahama's, maar ja, door de zon maakt het ook niet heel veel uit. Het is wel echt mooi. En er zijn ook schildpadden die dus waarschijnlijk gered zijn. Tenminste, dat zeggen ze. We gaan even doorlopen naar het zwembad, denk ik. Je hebt hier dus een Shake Shack. I love it. Ook al eet ik geen burgers. En hier is een zwembad. Mega druk. Mijn vader zegt dat deze wel het meest druk is. Maar als je doorloopt heb je dus ook nog een zwembad, maar dan een strand erbij die iets rustiger is. Is dat de zee of is dat water wat hun er... Echt een zee. Oh my god. Dat is echt wel mooier dan Dubai, hè? Ja, Dubai is ook nep, maar... Ja. Ik moet zeggen, dat hotel vind ik wel mooier in Dubai. Maar het water is wel echt heel erg mooi. Een beetje er naartoe lopen. Dit is gewoon de zee. Insane. Mijn vader met zijn selfies. Kijk, aan deze kant is het zoveel mooier. Je ziet het hotel echt heel goed.
Het is wel iets wat je gewoon ooit moet hebben gezien. Maar heel veel kinderen hoor. Heel veel drukte. Dit is ook niet normaal. Het is echt... Wauw, dit water. Wauw, dit is echt mooi. Dit is echt ziek. Het is echt heel mooi. Ik hou echt van blauw water, wauw. Oh, allemaal vissen. Echt ongelooflijk. Op camera is het echt minder goed te zien, maar het is echt niet normaal mooi. Je ziet allemaal mooie vissen. Echt heel mooi. Kijk, zo zien jullie het hotel echt goed. Volgens mij heb ik al heel vaak laten zien hoe het eruit ziet, maar it's so big. En ze willen met roggen zwemmen, maar there is no space anymore. We zijn nu onder de grond. So what are we seeing here? Fish. Oh my god. Kijk even wat hier op de grond ligt. This is insane. En niet schelden in mijn voorlopige navel. Hoe mooi is dit? Echt alles zeg ik hoe mooi het is, maar dit is echt ziek. Ja, ze hadden wel de ramen mogen lappen. Cool. Kijk dat. Wat? Oh. Oh, je schat. Kijk eens. Yes, you. Kijk die lippen. You have such beautiful lips. Yes. She's always talking to animals. Literally, like, why are you talking to fish? Ik ben weer terug in de kamer. Feline, Estelle, mijn moeder zijn nog heel even kijken bij die Sea Adventures. Want ze willen heel graag met die roggen zwemmen. Alleen kan alleen nog donderdagochtend. En we vliegen dan naar huis in de middag. En in de ochtend dat doen is niet heel erg leuk. Want de zon schijnt dan niet. En ja, dan is het gewoon een beetje grauw. Dus we gaan kijken of, ze vandaag nog kunnen. Ik ga heel eventjes mijn content bewerken. Nu in de kamer totdat ze terug zijn. Ik moet wel heel eerlijk zeggen. Ik heb echt deze vakantie. Ik heb best wel veel stress gehad. Omdat ik heel veel samenwerkingen mee heb genomen. En dat doe ik altijd expres. Voor als op vakantie gaan we dan kan ik gewoon 10 keer betere content maken. Dus ik dacht. Van, dan neem ik dat gewoon mee. Maar ja, we hebben gewoon echt geen lekker weer gehad in Miami. En ook wel een dagje gisteren hier was het niet zo lekker. Ja, ik moet gewoon wel die content aanleveren. Dus mijn moeder was zo lief om dus net even naar het strand te gaan en mooie plekjes te zoeken. Zometeen gaan we misschien naar het waterpark toe en dan blijft mijn moeder bij mij, want dan gaan we gewoon wat content maken. En ik zei al van, dat hoeft niet. Het komt wel goed, maar ja, ik heb echt nog wel een hele waslijst die ik moet doen. Dus ja, en ik hoef sowieso niet naar het waterpark. Ik ben niet echt een waterfreak. Ik zie trouwens dit geurtje hier van Lien. Dit is echt niet normaal. Ik ben helemaal afgeleid. Love by Killian. Don't be shy heet hij. Hij ruikt echt naar Lien. Het is echt insane hoe lekker deze parfum is. Ik ga dus nu eventjes die pose met die badpak opsturen. Ik weet niet of ik hem niet laat zien trouwens. Ik weet niet of dit op YouTube kan. Oh ja, trouwens. Ik ben uit mijn broekje gescheurd op een of andere manier. Dus hij kan niet meer dicht. Dus mijn moeder zei, nou ja, het is toch in om zo erbij te lopen. Maar ja, ik weet niet echt. Maar dit is in ieder geval die badpak. En hij is van 14 voor de label. En ik heb daar ook voor geshoot op Ibiza. Dit is de badpak. En ik vind hem echt heel erg mooi. Ik draag zelf nooit echt badpak, omdat ik altijd wil zonnen. Maar ik vind deze wel echt heel erg cool. Hij heeft hier trouwens zo'n ring. Dus that's very nice. Ja, ik ga nu even editen. En dan ook wel hem dicht doen, maar dat kan niet. Dit is de second outfit of the day. Het is eigenlijk hetzelfde blouseje, maar ik heb hier een andere bikini onderaan. En deze bril. We liggen hier op het strand. Stel en Feline zijn in het waterpark geweest. Mijn ouders hebben even wat eten gehaald. Wie is die? Oké. Okay. Hebben jullie Shake Shack? Wat is het eigenlijk? Eet je groente! Een burger. Dit is zo'n Beyond Burger. Is zo lekker. Vegetarisch natuurlijk. Niet normaal lekker. We hebben even gedoucht en gechilled in de kamer. Ook even geëdit. Ik dan. Ik moet morgen een video online zetten en die heb ik nog niet geëdit. Ik weet niet of jullie kunnen zien. Je ziet eigenlijk de taal niet nu, maar ik ben echt verbrand. Maar het kwam echt omdat de zon dus gewoon schijnt. Alleen het waait gewoon heel erg hard hier op de Bahama's. Dus je hebt zeg maar niet door dat je volop in de zon ligt. We gaan even wat eten. En normaal gesproken zou ik echt een make-up lookje op doen. Maar we gaan even wat makkelijks eten, want we zijn echt moe. Ik zal even mijn outfit laten zien en dan gaan we naar beneden. Ik heb een truitje aan van Alexander Wang. Een tas van Telfar. Een basic jeans van de Zara en mijn Samba's. En nu zien jullie dat ik al wat roder ben hier op mijn voorhoofd.
lijkt alsof ik heb gedaan. Echt een zo? Ja, maar we zitten bij Shake Shack en we hebben als achtergrond het aquarium. Ik heb een shroom burger, dat is dus een burger met, hoe noem je dat? Mushroom. En deze fries zijn echt de best. Good morning guys, het is vandaag woensdag en het is ongeveer 10 uur nu. Vlien en Stel die gaan om 11:30 met Rogge zwemmen, dus we moesten een beetje op tijd uit bed en ontbijten. Dus we gaan nu even ontbijten en daarna gaan hun dus zwemmen of snorkelen. Ik moet nog een paar dingetjes doen voor content en mijn vlog online zetten. Dus ik denk dat ik dat in de tussentijd ga doen. Ik heb concealer opgedaan, maar ik weet er niets kunnen doen. Want ik zie er nu weer uit als een spookje. Dit is mijn outfit. Helemaal van de Zara. Het hoort niet bij elkaar. Maar het is een soort van gebreid vestje. Hij was wel eerst wat meer oversized. En dit broekje. Het is eigenlijk een soort van een strandbroekje. En daarbij heb ik deze Louis Vuitton tas. Echt mijn favoriete strandtas geworden. En ik heb mijn haar een beetje stijl gevind. Dus dat. En mijn sieraden voor de content die ik moet maken zit in mijn tas. Daarbij heb ik deze zonnebril van zonnebrillen.com. Ik draag normaal gesproken nooit van die crème witte zonnebrillen, maar ik vond hem wel heel erg cool. Leuk. Dus dit is de fit. En we gaan nu lekker ontbijten. Nou, breakfast at Shake Shack. Ze hebben dus nu van die egg muffins. Dus het zijn geen burgers. Soort van. Maar het is echt al heerlijk weer. Ik denk de egg white, ja. Er zit dus ei op, net zoals bij de McDonald's. Maar dit broodje is echt lekker. Ken je wel of niet? Ga je ook heel goed te volgen op je vlog? Nee. Oké, ik heb eventjes verder gewerkt bij Shake Shack. Ik kan helaas mijn video niet uploaden, want de wifi is gewoon te zwak hier. En jij hebt hier ook geen 4G natuurlijk ofzo, dus je kan ook niet hotspot aandoen. Dus dat is echt jammer, want ik kan dus gewoon niks uploaden nu. Intussen zijn Feline en Stel met... hoe noem je deze vissen nou? Stingrays. Stingrays? Aan het zwemmen. Ik vond het ook wel heel erg leuk, maar ja, ik ben na 2 minuten het al wel weer zat. Het is ook niet heel erg goedkoop om dit te doen, dus ik dacht nee, dat gaan we niet doen. Ik ga gewoon lekker kijken, maar het ziet er wel heel erg leuk uit. Gaat het net? Echt ziek eigenlijk, hè? Mooi, hè? Ja. Maar ze zijn ook allemaal hier. Waar is je vriend, denk ik? Waar is de Stel? Oké, guys. Ik kom net uit de douche. Ik heb vandaag wat content gemaakt voor Be Golden. Gelukkig is het gelukt. Dat is weer een last van mijn schouders. Want ik wil gewoon echt goede content opleveren. En ik ben zo perfectionistisch, merk ik. Maar ik vind het gewoon heel erg belangrijk om gewoon mooie content aan te leveren. Want ik vind dat zelf ook mooi. Dus dat is gelukkig gelukt. Dus dat ga ik dit weekend opsturen. En daarna zijn we nog even op het strand gaan liggen. Ze zijn dus nu naar een stadje hier op de Bahama's. Ik dacht... Maar ja, ik ga eventjes niet mee. Ik merk ook wel echt dat ik toe ben aan wat meer tijd alleen of zo. Ik hou er gewoon heel erg van om alleen te zijn. Ja, op vakantie ben je dat eigenlijk gewoon niet. Vind ik ook wel oké. Maar ik zei van, gaan jullie maar gewoon naar de stad. En ga ik gewoon heel eventjes weer al mijn werk op een rijtje zetten. En lekker gewoon in mijn eentje zijn. Ik heb lekker gedoucht en roomservice besteld. Morgen gaan we alweer weg. Vliegen we om 2 uur vanaf de Bahama's naar Miami. En dan slapen we daar nog een nachtje. En dan gaan we naar huis. Ik zou oprecht hier nog een week langer kunnen blijven. Zeg maar op de Bahama's. Want op camera kan ik dat niet goed laten zien. Maar je kan hier letterlijk je een maand vermaken. Het is wel echt ook een uitzondering dat we dit doen. Maar dit is gewoon once in a lifetime. Ja, het is niet dat je hier... Normaal gesproken zou je hier dus niet echt een week gaan zitten. Dat doen wij ook niet. Maar dat is niet echt normaal. Ik geniet er ook wel echt van. Maar ik geniet ook heel erg van het chillen. En mijn moeder is wel heel erg van... Oké, we moeten wel wat doen. En ik ben heel erg van chill vakanties eigenlijk. Maar ik ga nu eventjes mijn roomservice opeten. Dan even mijn koffer inpakken aangezien we morgen al gaan. Ze hadden dus bolognese, pesto en ik dacht ik wil gewoon rode saus. Maar ik dacht ze doen er wel iets bij, maar het is echt een pasta met rode saus. Oh, we hebben wel chili vlokjes. Oké, dat is fijn. Dat is fijn. En hier, wat zit hierin? Ik wilde eigenlijk ook een toetje bestellen, maar ik dacht het is allemaal zo onnodig. Zeg dat er brood in zit. Oké, dat vind ik echt top. Kan eigenlijk gewoon geen pasta eten zonder een stokbroodje. En dan heb ik nog even wat water. Dus ik ga even YouTube kijken. Kijk trouwens hier hoe mooi het uitzicht is. In de avond is het dus heel erg mooi verlicht. Good morning guys, het is vandaag donderdag. En we gaan vandaag terug
naar Miami. We hebben onze kamer al helemaal opgeruimd, koffers ingepakt en we gaan nu ontbijten. En daar gaan we naar het vliegveld. Dan vliegen we van de Bahama's naar Miami. En dan blijven we daar nog een dagje, zoals ik zei, en dan terug naar huis. Echt zo jammer. Ik vond het hier echt heel chill. Ik ga je even laten zien wat ik aan heb en dan gaan we naar het ontbijt toe. Ik heb een blouseje aan van de Zara met van die streepjes erop. Een topje van Prada en jeans van de Zara en mijn Samba's. Want ik moet nog een foto maken voor Etoile Luxury met Louis Vuitton-tas. Dat ga ik nog even doen. En ik heb een vlecht in. Ik dacht een keer wat anders. Dus dat is de fit. Here are my little sisters. Waar heb je het briefje nu gelaten dan? Lien heeft het briefje geschreven. Have a blessed day. We zijn even bij een restaurantje gaan zitten naast het hotel. Het hoort gewoon bij het hotel. We hebben hier dus nu het lekkerste ontbijt. Nou, ik heb nog niet gegeten, maar het ziet er het beste uit. Het is wel jammer dat we hier voor de rest van de dagen niet zijn geweest. Wij hebben alle drie een broodje met avocado en zalm en poached egg. Oprecht het gezondste wat ik deze vakantie heb gegeten, denk ik. En hun hebben een broodje met ei. French toast. Nee, dat is geen French toast. Stop jij in. Oh my god. Nee, ik vind het niet leuk dat hij niet verliefd op haar wordt. Oké, she's in love with her book. Hallo? Wat? Ik vind het niet leuk, hè? Oké, we zijn op de airport en langs de douane. We zouden om, ik denk om 2 uur vliegen. We vliegen nu om 5 uur, maar ja, we waren echt al om 12 uur hier. Dus we waren ook nog eens te vroeg. Dus we hebben heel veel vertraging. Dus onze hele dag in Miami gaat ook soort van een beetje weg. En morgen vliegen we om 5 uur ook, hè. Ook niet echt een volle dag. Maar ja, it is what it is. We zitten in het vliegtuig. We konden dus mee met een andere vlucht. Anders moesten we nog 4 uur, 3 uurtjes wachten. So, it's a 1 hour flight. Ik heb dit boek, De Hele Vlucht, gelezen. Van Colleen Hoover. En Lien heeft haar boek uitgelezen versie. Die heb ze uitgelezen. Dat is zo goed. Deze ben ik bijna op de hel. On to the next. On to the next. We have arrived. We zijn back in Miami. Yay. Yay. En we zijn in het hotel Langford. Weer een ander hotel. Dit is een gang naar de kamer van mijn ouders. Kaka. Kaka. Dus. Dit is onze kamer. Het geeft mij dus een beetje One Day vibes, vind je niet? One Day. Oh, die serie. Dit is de badkamer. I think the bathroom is very cute. Ja. Yeah. Het Oké, we zijn in Designer District. Volgens mij was ik hier nog niet de vorige keer geweest. Maar ik vind het echt insane. Ik kan alleen niet filmen in al die designer winkels. We zijn net bij Rick Owens geweest. Ja, bij Kittles, maar daar gaan we nog wel naar terug, want daar wil ik echt nog wel wat halen. We lopen nu naar Jill Sander. Look at that. Look at that. We zijn terug in Kit en we hebben deze trui, maar je ziet het niet heel goed, maar hij heeft van die parel details. Maar ze hebben dus eigenlijk alleen nog maar een XS. En XL. XL, maar die XL's werd te groot. Alleen die mouwen zijn te kort en daar krijg ik toch eens een error van als die mouwen te kort zijn. Dus helaas. We hebben een andere aan en deze is meant to be, want deze is wel echt leuker, toch? Ja. Dit is wel een speciale collectie. Deze is echt heel leuk. Ja. We hebben echt heel veel geshopt, maar niet alleen voor ons, voor Bart en Abdel ook. Dus we're the best girlfriends and friends. We zijn nu bij Wynwood of Winewood. Daar heb je dus allemaal graffiti, walls. Ik wil echt heel graag die verhaling van Monopoly zien. Lien heeft nu even een trui aan van Kit, want ze was een beetje in een classy era. En ze moet even voor foto's, zodat meer Miami vibes uitzien. Dus ja, leuk. Veel beter. Veel beter, maar wel warm. Dus we zijn nu even tickets aan te kopen. Ik weet eigenlijk niet waarom tickets, maar dit is een hele leuke straat met allemaal eten en dus allemaal van die graffiti muren. We lopen nu in een soort van tuin. Je kan hier allemaal een kaartje voor kopen, dat wist ik niet. We moeten trouwens over 2 uurtjes naar de airport toe, want we vliegen naar Londendam. En dan naar huis. Dus we zijn nog even de laatste activities aan het doen. Deze vind ik echt cool. Ik weet niet waarvan het is, maar
It's cute. We gaan nog heel snel wat eten voordat we naar de airport gaan. We waren net hier bij de overkant en daar verkopen ze van die Frankie's bikinis. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Alleen ze hebben sample sale en we waren er net, het was niet heel erg leuk. Vader heeft ze eten al. En ik had echt even zin in een drankje. Hey guys, het is een paar dagjes later. Ik heb gewoon niet meer verder gefilmd. Alleen toen we aankwamen in Londen. Want in Londen hadden we een overstap. Dus we gingen van Miami naar Londen. Toen kon het vliegtuig niet uit op een of andere manier. Waardoor we onze overstap zouden missen. Uiteindelijk dachten we nog dat we hem zouden halen. Maar we waren echt aan het rennen op die hele airport. Vandaar dat ik ook echt gewoon niks heb gefilmd. Uiteindelijk hebben we hem niet gehaald. We waren ook wel echt een uur bezig om van de ene gate naar de andere gate te gaan. Het was gewoon echt mega slecht geregeld. En we vlogen dus met Virgin. En die hadden ook echt niet hun best gedaan om ons daarin mee te helpen. En we kregen te horen dat een gedeelte pas de volgende dag terug naar huis kon vliegen. Zo ja, Londen is 40 minuten vliegen. Dan denk je, je bent zo dichtbij, maar ook weer zo ver. Want er is geen vlucht terug. Want alle vluchten die zaten daar natuurlijk al vol. Uiteindelijk had Virgin een vlucht voor ons geregeld. Maar dat was 4 uurtjes later. Dus we moesten 4 uur wachten op de airport. We waren echt kapot. Ik had ook echt niet geslapen in de vlucht van Miami naar Londen. Dus ik heb gewoon op de airport op die stoelen geslapen. Ik voelde me echt een zombie. En ik kon echt niet meer functioneren. Ik had ook echt geen zin in eten. Maar ja, er staan ergere dingen denk ik dan. We waren op de airport. En toen lagen onze koffers er niet. Dus wij dachten misschien is er iets misgegaan met het overstappen. En is de koffer niet meegegaan. Maar toen zijn we het gaan vragen. En zij zei, ja, ik heb geen idee waar ze zijn. En ik heb mijn AirTag er altijd in. Want ik ben altijd bang mijn koffer bij te raken. Die deed het ook niet meer. Dus dat was echt super weird. Dus die vrouw zei, ja, het kan soms zo zijn dat die koffers niet meer terugkomen. Maar je kan wel wat kosten terugvragen van wat erin zit. Dus ja, toen dacht ik, oké, dat is super fijn. Maar ik wil gewoon mijn spullen die erin zitten. Hoeveel geld je ook terug kan vragen ervoor. Ik wil gewoon die spullen. Want ik had mega veel gekocht bij Kit. We hadden wat voor vrienden vriend daar gekocht. Ik had wat voor Bart daar gekocht. Er zaten best wel wat shirts in van Bart. Ik stresste me dood eigenlijk om andermans spullen. Want ik dacht bij mij, ja, het komt wel goed. Dus ik kreeg even een mental breakdown op de airport. Ik leg geen waarde aan spullen, maar dat doe ik uiteindelijk dus wel. Ik dacht echt, dit ga ik gewoon nooit meer doen. Ik ga nooit meer iets duurs of iets meenemen op vakantie, want mijn koffer kan gewoon kwijtraken en nooit meer terugkomen. En toen was ik thuis en toen deed mijn AirTag het ineens en toen stond er dus dat ze nog in Londen waren. Toen was ik al wat meer opgelucht dat ik überhaupt wist waar mijn koffer was. Of we het terug zouden krijgen, wist ik niet. Of dat allemaal spullen er nog in zaten, maar ik was wel blij dat ik wist waar ze waren. En toen werden we de volgende dag gebeld dat onze koffers meegingen op een vlucht van Londen naar Nederland en dat de koffers ook naar ons huis werden gebracht. Dus ik heb echt de hele dag mijn AirTag in de gaten gehouden. Die doet het ook niet echt top hoor, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk was het 11 uur 's avonds. En ze hadden gezegd, jullie krijgen 2 koffers terug. De rest weten we nog niet. En toen was het 11 uur 's avonds en toen stonden ineens alle koffers voor de deur. En ik was echt mega opgelucht. Ook gewoon dat andermans spullen erin zaten en dat ik dat ook gewoon terug kon geven. Dus dat was een beetje chaotisch. Vandaar dat ik niet verder heb gefilmd. Maar ik ben blij om bij ze zijn. En dat we al onze spullen hadden. Want ik voelde me wel echt een beetje leeg. Ook toen dacht ik ineens van ja, mijn make-up en mijn skincare zitten er ook in. Ik heb gewoon echt niks. Alles hebben we weer. En achteraf een mega leuke vakantie gehad. Ja, wel echt heel erg leuk gehad. Dus ik hoop dat jullie de vlogs leuk vonden. Vanaf volgende week gewoon weer een normale video in Nederland. Dus ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En vergeet niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer in de volgende video.